Onderwijsminister Henry Ory vindt dat leerkrachten meer betrokken moeten raken bij het onderwijsgebeuren. Hij sprak gisteren samen met zijn Nederlandse collega Robert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdens het persmoment op de openbare school Hanna's Lust. De twee bewindslieden hebben een memorandum of onderstanding getekend in het kader van een betere samenwerking en versterking op onderwijsgebieden tussen de twee naties. Op die vernieuwing om het te laten werken. En daar zit precies bij ons ook een aantal problemen. Niet alle leerkrachten voelen zich betrokken nog. Het heeft te maken met gezonde weerstand. Als je jarenlang op een bepaalde manier lesgeeft en je hebt een bepaalde leeftijd bereikt, is er altijd aversie of weerstand om het anders te doen. Gelukkig hebben we een groot deel, een stuk of 70% gaat ik er is behoorlijk om en ziet het wel in het nut ook om veel leerlinggerichte les te geven. Maar een andere groep ziet het gewoon niet zitten vanwege extra werk, extra studie. En de mensen moeten we binnen boord houden, want ze hebben ook altijd ingezet. Maar er is weerstand, het is gezonde weerstand noem ik het. Je hebt natuurlijk ook een groep met hele negativiteit en dat steekt soms een virus richting collega's. Maar dat heb je met de dag en de jaren zullen wat slijten. Ory geeft verder aan dat er veel gewerkt moet worden aan training van het onderwijspersoneel. Dijkgraaf benadrukt dat Suriname en Nederland op vele gebieden gemeenschappelijke uitdagingen kennen. Wat zie ik vooral als de krachten die ons over die obstakels heen gaan brengen? En dat is volgens mij toch ook dat we op dit moment, en dat heeft ook wel te maken met wat hier het jubileumjaar is en bij ons het herdenkingsjaar van onze gezamenlijke geschiedenis. Dat betekent dat er eigenlijk een veel meer ineens een licht schijnt op die gedeelde geschiedenis. Ook hoe de gemeenschappen in beide landen, hoeveel die met elkaar hebben, hoeveel natuurlijke banden er zijn. En dus wat ik denk ik wel heel mooi vind, dat ik voel dat de komende jaren ik echt wel zie dat onze landen dichter bij elkaar gaan komen. En er zijn zoveel natuurlijke relaties, er zijn zoveel mensen in Nederland die hier willen helpen en omgekeerd. En mensen die hier, die een tijdje in Nederland willen zitten, dus we hebben die lange relatie. Dus ik zie ook de komende jaren, die wordt gewoon geïntensiveerd. Dat is ook heel erg de insteek van het Nederlands kabinetsbeleid. Dus ik voel van ja, dat geeft een wel een unieke tijd. Dijkgraaf stelt dat de drempels voor onderwijsvernieuwingen in Nederland even hoog zijn als van Suriname. Een nauwere band tussen beide landen kan heel concreet vorm geven aan de toekomende vernieuwingen. Volgens de minister mag niet vergeten worden dat dit gedaan wordt voor de toekomst.